Dit is hier achter mij de Esperanto kruising. En dat is nogal een druk stukje. En in Bereikbare Stad gaan we het daar onder meer over hebben. We gaan ook even kijken bij Bert Kramer. Die vertelde over een afsluiting van de ringweg. En goedemorgen allemaal. En nog een onderwerp over de rotonde bij Westerbroek. En hier gaan de fietsers over het voetpad, want ja, hier staat zo'n enorme rij auto's. Elke morgen is het raak hier. Daarover straks meer. Nu eerst even naar Bert. Er komt weer een weekendafsluiting aan op de ring. En als er zoiets aanstaande is, dan ga je altijd naar Bert Kramer. Waarom? Dat is de Ring Zuid professor. Hey, Ring professor. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Voor dezelfde keer op. Man, heb je nou weer een afsluiting? We hebben weer een afsluiting erop, ja. Ja, ja. Maar wil je naar een kaart op zoek zeker? Ja, eigenlijk wel, hè, want nou. Dat is jouw, dat wil je toch wel graag hebben. Ja, ik wil er altijd een beetje beeld bij hebben. Ja, nee, dat had ik in de gaten. Nou, ja? laten we op zoek gaan. Heb je een kaartje paraat? Vast wel ergens. Kom mee. Nou, gaan we weer. Ja, ah, daar hebben we. We hebben het dus over een weekendafsluiting, komend weekend. Ja. En dat is dan van vrijdagavond. Vrijdagavond gaat hij dicht. Tot maandagmorgen om 5 uur, dan moet hij dus weer open. En hebben we het dan over de Zuidbaan of over de Noordbaan? Dan hebben we het over de Noordbaan. Dus eigenlijk het verkeer wat vanaf Hoogezand richting het Julianenplein rijdt, dat kan dus dan niet meer over de Zuidelijke Ringweg. Juist. En wat gaan jullie doen? Nou, we gaan daar de voeg repareren waar we de afgelopen jaren meerdere keren dus problemen mee hebben gehad. Dat is een langsvoeg. En die langsvoeg die is in de zomerperiode toen het heel warm was, toen verweekte die. En nou, dan kun je de auto niet meer overheen laten rijden, want dan heb je allemaal je banden natuurlijk onder de prut zitten. Dat is het verhaal, er ligt een staalplaat onder, die werd dan zo heen en dan smolt dat asfalt. Precies, maar we weten inmiddels ook dat die staalplaat dat die dus te los ligt. Die moet dus veel beter vastgemaakt worden. Dus we gaan dat spul gaan we eraf halen. Dan maken we die staalplaat, die leggen we opnieuw erop aan. Dus we maken die onderkant van die staalplaat helemaal weer vlak. Staalplaat weer op en dan gaan we daar nieuw materiaal op aanbrengen. En we weten ook dat het materiaal wat bovenop die staalplaat moet een bepaalde dikte hebben, want anders ligt het er ook weer zo uit. Dus het is gewoon dikker afval toch? Ja, eerst nog niet. We gaan nu voor de winter gaan we dit nog allemaal repareren, zodat we de winter doorkomen. En dan gaan we van de winter kijken van we kunnen ook nog zien, kunnen die staalplaat misschien nog iets naar beneden toe brengen. Als dat kan, dan is het ook opgelost. Wil het niet, dan gaan we in het voorjaar kijken of we daar nog een extra laag asfalt overaan moeten brengen om in ieder geval voldoende body te krijgen. Wat ik net over had, dat is die langsvoeg. Hè? Over de lengte. Over de lengte. Maar we hebben bij Euvelgunnen, daar hebben we ook nog de dwarsvoeg. Dus die gaan de dwars over. Oh, dat is met de auto kedunk, kedunk, kedunk. Precies erop. Ja, dat heeft toch dus. Ja, vooral met een eentje verdij natuurlijk. Ja. Dat hoort ze wel. Ja, dat klopt. Dus die zijn ook een aantal, die zijn ervan kapot en die moeten wij ook onderhouden. Dus we gaan daar nieuwe voegen aanbrengen. Dus dat gaat ook in hetzelfde weekend gebeuren op de Noordbaan. De Zuidbaan die zijn ook nog niet helemaal goed, maar dat moeten we later tijdstip doen, want die kunnen we niet afsluiten. Maar de Noordbaan nemen we die voegen ook in één keer mee. We hebben nog een dingetje. Oh, want, nou. Nou, nee, nog niet. Er is nog eentje. Ja. Want we hebben op de vrijdagnacht, dan hebben we ook nog op de zuidelijke rijbaan, bij het Europaplein, daar moeten we nog kabels over de weg gaan brengen. Dus in de vrijdagnacht, dan gaat ook de Zuidbaan bij het Europaplein, gaat het verkeer wordt bij de afrit naar het Europaplein afgeleid en gaat aan de andere kant bij de oprit er weer op. En zo kunnen we dan aan de bovenkant. Dat is een hele kleine. Dan een heel klein stukje. En dat is één nacht, dus ik denk dat dat ook wel meevalt. Maar daar moeten dus kabels over de weg brengen. Dus dat pakken we dan ook nog eventjes mee. Nou, dit is hem dus, de Esperanto-kruising. En als hier het spoor dicht gaat, dan gebeurt nog alles. Ik weet niet hoe vaak in het uur. Dan 's ochtends en 's avonds krijg je een enorme oploop van verkeer: auto's, fietsers. En dat gaat allemaal daar over dat kruispunt. Ook niet het allerveiligste kruispunt meer, maar de situatie duurt niet meer vreselijk lang. Want als straks de Helpershoomtunnel klaar is, dan gaat deze kruising dicht. En dan is deze situatie ten einde. Maar ja, voorlopig moet iedereen er even mee doen. Mooi! Mooi! Is dit jouw vaste route? Bijna wel, ja. Ah, echt waar? Ja. Wat een ellende. Ja, wat een ellende. Hoe lang sta je er nou al in? Nou, dit is nou de derde keer of de vierde keer dat we onder maar heen gaan. Dus, dus met een half uurtje is het niet klaar. Nou ja, ik hoop dat het een beetje snel doorstroomt, dan hebben we het langs. Is dit uw vaste route? Nee, dit is niet mijn vaste route. U neemt hem waarschijnlijk niet weer. Nooit weer. Ja. Oh. Nee, is het een ongelukje? Hè? Ja, nee, ik kom niet de snelweg op. Dus ik denk, ik ga langs de Euroborg, maar dan ga ik niet weer langs. Nee. Zat u al lang te wachten in de rij? Ja, ik zit al lang. Ik heb al de school gebeld dat ik later kom. Dus, oh, ik kom gewoon te laat. Ja. Wat een drukte, wat een drukte. Nou.
Dit is wel een gekkenhuis hier, hè? Zo, jongen. Dit is echt wel een beetje een soort stoelendans, hè? Wie het eerste mag. Maar je moet wel 6 paar ogen in je kop hebben. Ja. Veel voels. Werk ze vandaag, jongen. Yo, hey, hoi. Rustig aan, dan. Doei. Nou ja, zo kan het de hele rij afgaan. Hij staat nu tot aan de Bauma Boulevard ongeveer. Aan de overkant van de weg, aan de Helpersom. Kijk. Over een uurtje is hij weer rustig. En dan om 3:00 of 4:00, dan begint het weer. Op naar die Helpersoomtunnel, zou ik zeggen. Kijk, en dit is dan de rij waar je in staat. Elke morgen. Zo, ik laat de drukte even achter me. En ga nu even naar de rotonde bij Westerbroek. Daar ben ik een paar weken geleden geweest en toen waren ze nog druk aan het werk. En ineens, komt er vandaag, gisteren kwam ik er langs. En ineens is het klaar. Fantastisch. Dat ging zo snel. Nou, Jos Veenenberg die is daar en die hoop ik daar te ontmoeten. Tada! Hij is klaar, Veenenberg. Ja, zo goed als. Puntjes op die nog, maar ja, klopt. Nou, de doorstroming is ook een stuk beter, want eerder wachtte je hier ook vooral heel erg op elkaar. Klopt, vooral in de ochtendspits was het hier heel druk en dat, ja goed, het is nog steeds hetzelfde verkeer, maar dat kan er wat makkelijker doorheen allemaal, ja. Zeker. Nou, dit is knooppunt 1, dit is deze kant, de andere kant zijn jullie nog bezig, wat gebeurt daar nog? Nou, bovenop zijn we, daar staan ze nu nog op fietspad, daar zijn ze nog wat afrondende dingen aan doen, dat gaat geloof ik morgen, de eind deze week gaat het open. Vanaf de andere kant, vanaf de oude A7 zeg maar, richting Duitsland, daar zit ook een bypass in en die gaat pas waarschijnlijk volgend jaar open, want daar moet nog een stuk bebording bij. Nou, welk project zie ik jou de volgende keer weer? Nou, hier en weg gaan we nog weer aan de gang begin volgend jaar. Ja, de hele verdiepte ligging zijn we bezig, dus ja, ik denk overal. Kan je nog een overdosis voor jou? Zeker, denk het. Komt goed. Zet hem op, jongen, dankjewel. Ja, dankjewel. Mooi. Bereikbare stad wordt mede mogelijk gemaakt door Groningen Bereikbaar.